Ja, goedemorgen. Het is een vroege morgen, eind september, en het is tijd voor een nieuwe Kevin Vlog. En deze keer ga ik iets compleet anders doen. Ik ga vandaag starten met barbeelvissen. Dat is iets wat ik de afgelopen tijd heb gedaan. En daarna ga ik op karperstekkenjacht. Want in deze Kevin Vlog wil ik mijn eerste echte grensmaaskarper vangen. Nou, wat ik bedoel met echte grensmaaskarper, dat ga ik zo meteen wel een keer uitleggen. Eerst ga ik hopen dat de waterstand even een beetje gunstiger wordt. Want ik was mooi mijn spulletjes op aan het zetten. Ik gooi net mijn hengels uit en ineens komt het water van massaal omhoog. Laatst ineens meer water door bij de stuw. Niet ideaal, dus ik heb mijn hengels eventjes binnengedraaid. Ik ga eerst gewoon op mijn gemak een ontbijtje maken. En dan gaan we zo meteen kijken of het lukt de manier van een barbeel deze vlog te starten. En dan later die eerste echte grensmaaskarper. Dat is wel het ultieme doel. Ja, voordat je het weet is de zomer alweer voorbij. En ja, wat heb ik deze zomer gedaan? Ik heb onder andere gevist op, noem maar even targetwater. Ik wilde een grote spiegel vangen. Maar helaas, die vis dood uit het water gevist en moeten begraven. En daarom ook mijn visserij op dat water afgesloten. Ja, met vervolgens nog een paar weken in mijn agenda eigenlijk een soort van over. Ben ik naar een verenigingsputje gegaan dat ik al jaren zie, een soort van tussenstopwater. Ik heb er al veel vissen gevangen, ook veel van de topvissen, maar nog steeds zwemmen er eigenlijk een paar parels die ik graag in mijn fotoalbum zou willen toevoegen. Maar helaas, niet die ontbrekende vissen kunnen vangen. Wel nog een hele mooie spiegel, eentje van de subtoppers noem maar als het ware. En ook iets bizars meegemaakt tijdens een van de nachten. De nummer 2 schub van het water, een vis van ruim over de 20 kilo, gevangen. Ja, omdat ik die vis ook al een paar keer al eerder heb gevangen, al mooie foto's van heb, die vis eigenlijk gewoon in het net onthaakt en uit het net gewoon gelijk laten zwemmen. Hengel terug en 3 uur en een kwartier later, dezelfde hengel met dezelfde rig, dezelfde haka's op dezelfde vierkante meter, exact diezelfde vis. Ja, te bizar voor woorden. Ja, voor alles een eerste keer. Ja, eerste keer. Vriend, laat mij met rust. Oh, dit kan toch niet. Zelfde vis, op dezelfde hengel, dezelfde haga's. Oh. Kijk dan. Ja, doei. En wat zij? De ballen. Maar goed, dat heb ik deze zomer een aantal nachten gedaan. En vervolgens heb ik ook nog een hele toffe week gehad op Domaine Dufresne, een betaalwater in het zuiden van Frankrijk. We hebben een marketingteam, een soort van social gehad, koppen bij elkaar gestoken ook. Een soort van teambuilding natuurlijk als je met z'n allen aan de waterkant zit. En vooral ook de tijd heel nuttig besteed om toffe content te filmen. Samen met Lars, onze cameraman, heb ik gewerkt aan een video met alles dat je moet weten over spotters pompen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Heb je hem al gezien? Laat even weten in de comments wat jij van die video vond. En als je hem nog niet hebt bekeken, check even de link. Dan kan je de video bekijken. En na die sessie begon toch wel weer te kriebelen. Ik ben de laatste jaren steeds meer een allround visser geworden. Ik vind het tof om ook andere visserijen te doen. Dus ik ben de afgelopen tijd een aantal keren gaan barbelen. Een keertje naar de IJssel geweest met een vriend. Super toffe dag gehad. En daarna hier op de grensmaas achter de grote jongens aangegaan. En dat met succes. Mooie nieuw PR gevangen. Een vis van ruim voorbij de 5 kilo. En hopelijk komt er vandaag nog een vis voorbij. Het is nu nog aardig stil. Maar ik kan zomaar veranderen. Ja, tot zover mijn mooie plannen.
ochtendje barbeel vissen. Nou, het is meer een ochtendje van buiten zitten. Het is inmiddels einde van de ochtend. Mijn tijd zit er eigenlijk ver op, want ik wil ook nog wat tijd overhouden om daar wat stekken te bekijken. En het water begint nu wel te zakken en het begint nou eindelijk een beetje uit te zien zoals ik hoopte dat het zou zijn. Maar ja, nul actie. Ik heb vooral, ik zit te wachten tot de water eigenlijk wat zou gaan dalen. In de tussentijd wel geprobeerd zo goed mogelijk te vissen, maar ja, het is een blijvende rivier. En ik ben benieuwd wat dit gaat betekenen voor mij voor mijn karpersessies. Goed, dan ga ik natuurlijk niet op zo'n snelstromende stukken zoals hier vissen. Ik ga bewust wat bredere, diepere stukken uitzoeken waar het water wat rustiger is om zo karper te gaan vangen. En ja, ik heb al een keer een karper gevangen. En dat was vorig jaar tijdens een barbeelsessie, ook hier op de Grensmaas. Andere stek weliswaar. En ja, voor mij voelde dat toch helaas niet echt als als mijn eerste Grensmaaskarper. Want dat is gewoon bijvangst tijdens het barbelen. Dus dat bracht me op het idee om dit jaar dus in ieder geval een poging te gaan doen om mijn eerste echte karper te gaan vangen. Dus vandaar het onderwerp van deze vlog. En nou, ik ga het hier nog ongeveer een uurtje denk ik aankijken. En dan ga ik mijn spullen opruimen en dan ga ik die karperstekken dus bekijken. En dan neem ik jullie mee. Dus als hier niks meer gebeurt, zie ik jullie zo meteen als ik de stekken ga bezoeken. En mocht er nog iets gebeuren, ja, dan gaan jullie het zien. Ja, heel even dacht ik dat het raak was. Een paar goede stevige tikken op de top. Pak de hengel op. Maar blijkt deze wel prachtige winden te zijn. Tijdens het karpervissen zit je er niet op te wachten. Maar daar is deze toch al normaal gesproken wel wat actievere visserij. En als ze dit formaat hebben. Ik heb hem even snel gemeten. Hij is 58 centimeter. Ja, dan vind ik het toch wel fraaie vissen. Ik ga hem weer terugzetten. Ik zal toch nog even een uurtje verlengen. En kijken of we dan wel een barbeel kunnen vangen. Ja, succesvolle visdag zo. Oh, weer een aanbeet, mooi rammen op de top. Blijft toch wel een kick geven zo. Ja, ik denk weer een winde. Hij kwam gelijk naar het oppervlakte. Ik zag het even flitsen en toen schoot hij los. Dus het is echt geen succesverhaal vandaag. Hè. Maar ja, wel opvallend. Het water is er snel gezakt naar het peil dat het ook was bij aankomst vanochtend. En dat is wat ik eigenlijk hoopte te hebben vandaag. En ik heb dus kort achter elkaar wel drie aanbeten. Weliswaar niet van de gehoopte soort, maar ja, na een hele ochtend niks is dit wel in ieder geval een stuk hoopgevender. Ik ga nog een bak koffie zetten. En dan is het wel heel, ik vrees langzaam tijd om het spullen bij elkaar te gaan verzamelen. Want ja, de verkenning, dat is eigenlijk het hoofddoel vandaag. Ja, dat ziet er goed uit. En dan waren het barbeelvissen geen succes zoals vandaag. Ja, dat was eigenlijk het hoofddoel om af te zakken naar het zonnige zuiden. Ja, dit soort stekken. Kijk, je kan hier duidelijk zien. Het is een heel stuk breder. Daardoor verspreidt het water zich dus ook over meer oppervlakte. En zal de stroming een stuk minder zijn. En ik denk dat dit de plekken zijn waar je de karper aantreft. En dat ziet er echt super uit. Moet je je voorstellen, hier een zonsopgang of ondergang hebt. Ja, dat mooie. Door hier gewoon even te zijn in plaats van via Google Maps allemaal plekken te bekijken, krijg je ook gelijk een beetje gevoel erbij. En het is gewoon eigenlijk heel praktisch. Je kan al zien, heb ik eventueel een rotpot nodig wel of niet? Hoe bereikbaar zijn de stekken? Kan ik er met een kruiwagen eventueel wel of niet naartoe? En dit ziet er heel veelbelovend uit. Dit zou echt wel eens een hotspot kunnen zijn. Dus we gaan even lekker verder rondloeren en dan gaan we ook nog eens een bekkenplan bekijken. Maar hier word ik echt enthousiast van. Wat een gave stek. Wauw. Ja, nou zoeken naar de volgende optie. Dat ziet er wel heel gelikt uit. Ik heb hier al wat roofblij zien jagen. Aan de overkant heb je wat waterlelies. Ja, ik wil eigenlijk twee opties, want ik wil de volgende week wil ik eigenlijk. Het plan is in ieder geval om twee nachten te gaan vissen. En ja, hier op de Grensmaas is het natuurlijk ook niet zo dat je het helemaal het rijk voor jezelf alleen hebt. Er wordt genoeg gevist, dus de laatste jaren zijn er ook al wat uitzettingen geweest.
Het is een heel mooie bestand aan karper. Dus ik vind het wel fijn om eigenlijk minimaal 2 opties te hebben. Ik wil ook weer niet te veel opties. Want dan ga je natuurlijk alleen maar nodig twijfelen. Ik wil eerst gewoon 2 stekken. Want als dan eentje bezet is, dan kan ik uitwijken naar die ander. En ook als het op één van de stekken eigenlijk niet loopt na 24 uur. Dan kan ik naar plan B overschakelen. Misschien dat ik dan zelfs bij aankomst eerst op plan B alvast wat voer erin gooi. Dus we gaan eens even verder loeren. Nog genoeg meters hier af te leggen. Gaan we eens rondkijken. Zeg Kevin, hoe weet je of dat gaat? Ik heb hier een hele mooie, is het zoals een zijtak gevonden. En we zoeken naar een mooi plekje bij de ingang. Alleen de brandnetels en dergelijke ongein, die maken het niet makkelijker. Maar goed, we vinden wel iets. Zoeken, even nog eens blijven zoeken. Ik ga in ieder geval weer lekker wat stappen in de benen. En ik ga vast wel een plekje vinden, want goed, als ik dit weet te vinden met Google Maps, dan zullen er vast ook wel een paar andere mensen zo slim zijn geweest. En ik ga vast wel wat mooie paadjes vinden. Ja, daarachter lijkt het alsof ik een karper net onder het oppervlakte zie zwemmen. Het is wel mega. Dit is net eigenlijk voor de ingang van de zijtak. Hier zag ik ook al wat bellensporen leek het. En net ook een vis draaien. En een beetje wier langs de kant. Het is relatief smal ook. Dus dat zou wel een mooie plek zijn om mogelijk een vis te onderscheppen. Ja, ik denk dat ik plan B heb. Of plan A. Ik weet nog niet of plan A of B gaat worden. Zoeken en nog eens zoeken. Zometeen nog een lange rit naar huis. En een koud ijsje scoren, want het kan er wel najaar zijn. Ik ben aan het zweten, niet normaal. Maar dit is wel tof. Voorpret. Dus snel spullen klaar gaan maken. En dan binnenkort terug. Dus ik zou zeggen, volg het avontuur. En eens kijken of het gaat lukken. Ricardo, waarom loop je weg voor de camera? Omdat karporters ben ik gekomen. Waar zijn het? We natuurlijk karporters ben ik gekomen. Daar zijn we heel blij om. Maar het is wel heel veel werk. Ja, het is één groot gekkenhuis vandaag hier bij Corda. Ja, noem even headquarters, kantoor, warehouse. Er staan hier allemaal pallets. En mijn collega's in de warehouse die zijn druk bezig om al die voorraad, nieuwe voorraad in te boeken. Samen een uurtje. We zijn eigenaar. We hebben carporter overgenomen met Corda. En alle carporter barrows en accessoires die komen binnen. Dus de mannen zijn druk bezig. En ik ben vandaag hier om wat nieuwe spulletjes bij elkaar te graaien voor de vlog op de Grensmaas. Zwaarlood, boilies, daar sta ik nu hier. En dat is wat makkelijker van hier op kantoor zijn. Mainline cel ga ik meenemen en dan morgen op naar de waterkant. En wat is er zo leuk om te werken bij Corda? Helemaal niks. Helemaal niks. Ik vind het als wel werk. De grappen maken. Dominique? Ja, nee. Ga ik wat vangen? Nee, ga ik wat vangen? Oh, jij gaat vangen. Jij vangt altijd. Dus, Maar ook op stroom met water, kan ik dat? Ja, zeker kan je dat. Het zou niet goed zijn als je... Wat denk jij, Louis? Jij gaat van mij voeren en dan ga ik vangen. Oh ja, jij neemt de stek over als ik vis vang. We zijn de stekkenpeelers. Ja. Dave, ja. Wat was het hoogtepunt van de afgelopen maanden werken bij... Corda/Embryo. Corda Social. Zijn daar beelden die naar buiten mogen worden gebracht? Nee, absoluut niet. Nee, dat zijn echt dingen dat kan het daglicht niet aan. Ik hoop wel eens een uncut version maken ervan. Ja, maar er is wel gefilmd, hè? Ja, alles is staat op film. Bijna alles. Niet alles, maar bijna alles. Ja, en zo zit je ineens aan de, aan de Grensmaas op stek 1. Ik heb 2 nachten de tijd en... het ziet er eigenlijk wel goed uit. Dibbende luchtdruk. De eerste voor mijn gevoel echt een najaarsdag van het jaar. Dat begin oktober. Terwijl het de afgelopen dagen flink warm is geweest. En wat ik zojuist heb gedaan. Ik ben eerst langs die andere stek gereden. Mijn B-optie. Daar heb ik een beetje voer achtergelaten. Want stel dat hier niks gebeurt. Dan heb ik in ieder geval een mooie optie om naartoe te verkassen. Die geeft me een beetje houvast. Daar waren ook geen vissers te zien. Dus dat is een mooi teken. En begint die echt flink te waaien. Ik hoop dat mijn tempest niet wegwaait. Vanwege de kiezelondergrond en zo krijgt de haringen amper erin. Dus dat is spannend. Maar goed, eerst de hengels nu klaarmaken. Want ik wil vissen. Het is nu net begin van de middag. En hopelijk kan ik zo nog wat mooie daguurtjes meepakken. Voordat toch al deze tijd van het jaar redelijk vroeg de nacht valt.
gaan meemaken. Ik heb er heel veel zin in. Nou, mijn hengels heb ik inmiddels opgetuigd. En wat heb ik gedaan? Nou, ik heb gewoon mijn normale Kaizens meegepakt. En met rondom een Ultegra molens met 4300ste carbline. En die vis ik vooralsnog zonder snackleader. Als ik geen bijzondere omstandigheden tegenkom, dan ga ik vanuit dat dit is de dikste uitvoering van carbline. Dat het hufterproof genoeg is. Leuk weetje, carbline is ook de meest schuurbestendige lijn uit de quarter range. En alle omstandigheden waar ik echt een hufterproeve nylon hoofdlijn wil, dan grijp ik toch automatisch naar deze lijn. Verder hier een multi-led clipje met een naked tailrubber. En mooie, die naked tailrubbers, die zijn eigenlijk ontwikkeld voor het vissen dus zonder tube of ledkorfs op de hoofdlijn. Lopen heel mooi tap, zodat je minder een rand hebt waar je onderlijn achter kan blijven zitten. En de reden waarom ik geen tube of ledkorf gebruik, is dat ik hier toch met mijn top omhoog een strakke lijn ga vissen. En dan ben ik bang dat ik een tube zo optil van de bodem. En dit valt gewoon een stuk minder op. Verder, wafterichtje wat ik eigenlijk heel veel gebruik. Beetje saai, omdat ik elke keer weer hetzelfde eraan heb hangen. Maar hij doet gewoon zo ontzettend goed zijn werk. Ik ben laatst in Frankrijk geweest. Die week 62 aanbeten gehad, 60 vissen geland. En dat met mijn vertrouwde Weraklose haken. Wel heb ik deze sessie ervoor gekozen om de White Gape Kamakura variant te vervangen voor de normale White Gape barbless. Even een wat dikker, robuustere punt. Weliswaar iets minder scherp. Maar juist hier met overal stenen, stroming en allemaal dat soort zaken vind ik dit gewoon een stuk belangrijker. En een leuk weetje ook nog hierbij. De White Gape B heeft dezelfde draaddikte als een White Gape X. Leg ze maar eens goed naast elkaar in de winkel, dan zal je opvallen dat de White Gape barbless net één draaddikte meer heeft dan de normale White Gape. Dus een X draaddikte, zonder weerraak, mooi klauwpuntje. En ik ga mijn hengel snel te water laten. En dan gaan we eens kijken of het gaat lukken om mijn eerste grensmaat, mijn eerste echte grensmaatskaper ooit te vangen. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. So hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, no mistake for safe, but you can pass the test. Just move on up to a greater day with just a little faith. Ja, en dan denk je, dan is het zover. Je eerste echte gericht gevangen grensmaaskaper. Lijkt het gewoon ontsnapte kruiskaper te zijn. Mede mogelijk gemaakt door de overstromingen. Wel bizar formaat hoor, van een kruiskaper. Ik heb ze nog nooit zo groot gevangen. En ook een mooi visje om te zien. Maar het is niet het doel. Maar wel een goede generale repetitie. Gaan we snel terugzetten. En dan gaan we eens kijken of we een echte kaper kunnen vangen. Want goed. Ik heb in ieder geval vis in mijn klauwen gehad.
Ja, creatief zijn, maar het lukt. En ik heb actie. Ah, nee. Nee. Het is een meerval. Nou ja, en ik maar denken dat ik een kaper eraan had. Naaktslak met vinnen. Ja, ik moet zeggen, ze hebben ook wel iets heel stoers. Maar ik zit er niet op te wachten. Gewoon weer, hè? Het is gewoon weer zo'n kruiskaper. Ah ja. Omhaken, hengel terug. Voer erop. Ik hoef me niet te vervelen zo. Ja, de dag is werkelijk voorbij gevlogen. Het is alweer bijna donker. Ik heb nog geen avondeten op. Ik moet nog wat ritjes in orde gaan maken, want ik ben door mijn voorraad heen. En ja goed, nog geen kaper, wel voldoende actie. En ja, als we nadenken dat hier braasem, kruiskaper, meerval rondhangt. Dat is een teken dat er in ieder geval iets te eten hier is te halen. Dat ze hier prima zo buiten die, buiten die hoofdstroming kunnen vertoeven. En ja, en waarom zou er dan niet nu ook in de loop van de avond, nacht, vroege ochtend een schooltje kapers voorbij komen? Ik heb in ieder geval vertrouwen in. En als er iets gebeurt, check ik bij jullie in. En anders zie ik jullie morgenochtend bij het eerste licht. Yes, oh, deze voelt goed, mensen, niet normaal. Want ja, wat gebeurde er? Net voor middernacht, snoeiharde aanbeet, maar helaas een vis verspeeld. En deze keer, ja, dat was 100% zeker kaper. Maar ja, uurtje later, ik lag nog eigenlijk wakker in mijn slaapzak. Ja, gewoon te balen eigenlijk. Ik was er goed ziek van. Maar hier de goedmaker, mijn eerste gericht, ja, beviste, gevangen, grensmaaskaper tijdens mijn eerste nachtje kapervis op deze rivier ooit. Ja, dit is goud. Het is weliswaar geen echte rivierbeuker, het is een torpedootje, vis van bescheiden formaat, maar de pret is er niet minder om. Deze heb ik binnen en deze herinnering die neemt niemand mij meer af. Lekker dit. Ja, ik heb
denk ik een beetje een slaapgebrek. Maar wel karper nummer 2 in mijn handen. Wederom geen hele grote, wel een hele mooie. Zijn meest linkse stok op de voerstrook. En ja, als het zo door blijft gaan, dan ja, de volgende aanbeet zou zomaar eens een bak kunnen zijn. Maar dit is in ieder geval een hele mooie spiegel. Een vis waar ik heel erg blij mee ben. Want 2 kapers tijdens mijn eerste nachtje riviervissen. Lekker man. Ja, dat is een lekkere ochtend en ja, het is zo mooi ook. Laatst had ik nog met een vriend erover, toen we een jaar of 12, 13, 14 waren. Toen begon eigenlijk het echt fanatieke karpervissen. Inmiddels meer dan 20 jaar geleden. Ik ben alweer halverwege de 30, dus time flies. En ja, dat ik voor Corda zou werken, dat is iets wat ik toentertijd nooit had durven dromen. Net zoals op de Grensmaas vissen. Ik ben in een klein dorpje in Zuid-Limburg opgegroeid. Net te ver van de Grensmaas en ook... Ja, ik was er nog absoluut niet klaar voor, maar ja, soms hoorde je er toch van de echte karpervissers hoorde je erover. En dat is toch wel zoiets dat je dan als jong mannetje dacht van ja, dat wil ik ooit ook een keer doen. En ja, het is nu gelukt, dus daar ben ik ontzettend blij om. En ik ben ook heel nieuwsgierig wat jij vroeger als jong mannetje een beetje zo ja, in de verte zag van oh, als ik er echt klaar voor ben, dan zou ik dat wel eens willen gaan doen. Misschien kanalen bevissen of een heel groot meer of op hele grote vissen in Frankrijk. Ja, laat het weten in de comments, want ik ga gewoon vieren dat het gelukt is. En ik ga gewoon bij een van jullie ga ik gewoon uitzoeken en dan ga ik een mooi N-tackle pakket samenstellen. Passend bij ja, datgene waarvan jij denkt, of vroeger dacht, van ja, dat wil ik ooit wel een keer gaan doen. En als je het nog niet gedaan hebt, dan kan misschien dat pakketje net een duwtje in de rug zijn om ja, die dromen na te gaan jagen. Want je ziet het, eerste nachtje Grensmaas, 2 vissen gevangen, weliswaar nog geen hele grote. Maar goed, we hebben stek 2 nog een nacht te gaan. En gaan we eens kijken wat daaruit te peuteren valt. Goed zo. Onder mijn lijnen door. Prachtig. Ja, na de afgelopen nacht had ik dan toch wel gedacht dat deze ochtend ook wel wat zou gebeuren. Al zou het maar witvis zijn. Maar het is doodstil. En behalve een bezoekje van de paarden, ja, gebeurt er dus helemaal niks. Dus tijd om de spullen op te ruimen. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar het eerste deel. Want deel 2, ja, stek nummer 2. Dat gaan jullie binnenkort zien. Dus zorg dat je subscribe, zet de notificaties aan. En ja, doe natuurlijk ook mee in die winactie. Dan ga ik nou mijn spullen op de kar gooien, terug naar de auto en op naar stek 2. Om te kijken of we daar een wat grotere grensmaaskarper kunnen strikken. Nou, ik lees hier. Het vult je energie aan, verlaagt stress en herstelt je spieren en cellen. Als je goed slaapt, ben je overdag scherper en voel je minder stress. Je stofwisseling werkt beter en je hebt minder kans op chronische aandoeningen. Slapen is dus belangrijk voor je gezondheid. Dat is niet gelukt. Wat een nacht. Een bizar dit. En toen komt deze klapper even voorbij. 18,4 kilo. Ik ben helemaal naar de vetver. Moe en voldaan. En binnen een paar uur al een hele mooie vis. 13,5 kilo schub. Dan ga ik lekker naar huis. Even uiltje knappen. Mission accomplished.